André Sprangers koopt al ruim 25 jaar schoenen in. Zijn twee zwartjeswinkels staan vol met schoenen van gerenommeerde Europese huizen. Maar er ontbrak nog iets. De hoogste tijd om schoenen te laten maken geheel naar eigen stijl en wens. Engelse schoenen zijn altijd heel degelijk, maar vaak te klassiek. Sommige modellen zijn nauwelijks veranderd sinds 1883. Italiaanse schoenen daarentegen zijn vaak veel fraaier, maar zijn vaak wel ook kwetsbaarder. Soms gaan Italianen ook weer daarin te ver en worden het schoenen met extra's als frutsels en bandjes en riempjes en extra stiksels. Dat is niet wat we zochten. We zochten een perfecte combinatie van een goede degelijke schoen met de juiste Italiaanse uitstraling. En die hebben we gevonden in de Heritage Collectie. In samenwerking met de Oostenrijkse ontwerper Michael Rollig ontstonden er 5 modellen voor de Heritage Collection. De fabriek vonden ze in Italië, waar André in zee ging met een klein ambachtelijk familiebedrijf, gespecialiseerd in Goodyear handwerk. Bij de Goodyear maakwijze wordt de schoen volledig met de hand gemaakt. Deze ambachtelijke techniek vereist wel 350 handelingen. Het belangrijkste is de rand. Deze wordt er met de hand opgenaaid. Dit zorgt voor een onverbrekelijke verbinding. De leren zool wordt vervolgens nat gemaakt en met grote precisie afgesneden. Daarmee is de Heritage Collectie dus eigenlijk de best van twee werelden. Engelse degelijkheid, kwaliteit en pasvorm in combinatie met Italiaanse uitstraling en finish heb je een product wat zich kan meten met de absolute top. En omdat we ze rechtstreeks bij de fabriek bestellen, zelf de ontwerpen hebben gedaan, zelf de leest hebben ontworpen, is het enige verschil de prijs. In totaal bestaat de Heritage Collection uit een eigentijdse interpretatie van 5 klassieke modellen. De Monk, genaamd Julia. De Full Broke, dat is de Deste. De Semi-Broke, Palladio. De Neusmolière is de Borghese. En de Boot heet Adriana.